stijlstelling en decoraties in Tilburg. En we gaan een kijkje nemen in de showroom. Abonneer je ook vooral even op het kanaal van trouwplannen.nl om op de hoogte te blijven van al het leuks rondom het plannen van je bruiloft. Kijk je mee? Dat wij een kijkje mogen nemen in de showroom. Ja. Hartstikke leuk. Nou, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. Ik zie al heel veel leuke styling en leuke tafels eigenlijk helemaal gedekt hier. Het ziet er allemaal super tof uit. Ja, dankjewel. Kun je iets meer vertellen over instel styling en decoraties en waar jullie bruidsparen mee kunnen helpen? Ja, zeker kan ik dat. Nou, instel styling is een stylingbureau natuurlijk, wat eigenlijk voornamelijk bruiloft aankleedt. Ook wel andere feesten, bijvoorbeeld verjaardagen of 21 dinners. Mm-hmm. Maar bij bruiloften dan focussen we voornamelijk op bijvoorbeeld ceremonies, diners, af en toe recepties en het feest. En dat kleden we dan op zo'n mooi mogelijke manier aan. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan opgedekte tafels, servies, tafellopers, mooie stoelen. En eigenlijk kunnen we dat soort dingen op twee verschillende manieren aanbieden aan bruidsparen. En één is echt dat ze het zelf huren. Ja, okay. Dus dan alle spulletjes die je hier ziet zijn eigenlijk ook gewoon los te huur. Okay. En dan kan eventueel wel nog transport geregeld worden, zodat we bijvoorbeeld wel op een locatie brengen. Maar ze kunnen het hier ook gewoon zelf afhalen in het magazijn. En de andere optie is echt dat het een styling op locatie is. Dus dat kan bijvoorbeeld of op een trouwlocatie of in de achtertuin van de ouders, ik noem maar iets. En dan, dan komen we echt helemaal aankleden en ook opruimen. Alleen, dat is natuurlijk wel iets duurder dan alleen de verhuur. Maar dat zijn eigenlijk de twee grote opties, zeg maar, die wij aan bruidsparen geven daarin. Okay, dus jullie kunnen echt bruidsparen eigenlijk op twee verschillende soorten manieren helpen. Ja. Zowel dat ze zelf inderdaad de styling materialen huren, als dat jullie het zeg maar op locatie helemaal mooi stylen. Ja, en dat is, het leuke daarvan is dat ook heel veel mensen met een verschillend budget, zeg maar, dan ook iets met styling kunnen doen. Want vaak de mensen die iets minder budget hebben, die kiezen zeg maar voor verhuur en die gaan zelf aan de slag. Ja. En de mensen die iets meer budget hebben, die vinden het allemaal fijn om het echt allemaal uit handen te kunnen geven en gewoon te kunnen genieten zeg maar, op een bruiloft. En die kiezen dan bijvoorbeeld voor styling op locatie. En soms krijgen we ook wel eens de vraag van, maar zit er dan bijvoorbeeld een minimum of zo aan? Mm-hmm. Maar dat is echt niet zo. Dus stel, okay, stel voor een bruidspaar zegt van, joh, ik wil alleen maar 30 servetten of zo huren. Dan kan dat ook bij ons. Okay, dus best wel veel verschillende mogelijkheden zo te horen. Ja. En hoe gaan jullie nou zeg maar te werk als een bruidspaar bij jullie aanklopt? Nou, over het algemeen maken ze eigenlijk een afspraak eerst bij ons in de showroom. Mm-hmm. Hoeft natuurlijk niet altijd, zeker omdat we ook wel eens met buitenlandse bruidsparen werken. Die kunnen natuurlijk niet altijd heel makkelijk naar Tilburg komen in de showroom. Nee, dat is niet zo makkelijk. Dus dan gaat het via Zoom vaak. Ja. Maar ik merk toch wel, zeker bij bruidsparen, dat ze het fijn vinden om van tevoren even echt dingen te bekijken. We hebben natuurlijk echt alles wel op internet staan. We hebben een catalogus met allemaal plaatjes erbij. Oh, fijn. Maar de meesten vinden het fijn om het eventjes in het echt te zien. Ja. Of even te voelen, of de kleuren even te zien. Nou, en daar is natuurlijk deze showroom ideaal voor. Dus dan nodigen ze uit in onze showroom en dan kunnen ze rustig tijdens het gesprek met een van onze stylisten al hun wensen bespreken. Dus dan hebben we het gewoon over de hele dag. Wat willen ze ook? Wat is de locatie? Zodat we een beetje advies daarin kunnen geven. Want het is natuurlijk vaak wel handig om te weten hoe ziet die locatie uit? Wat is al de locatie zelf aanwezig? Ja. En dan kunnen wij kijken van wat kunnen wij dan daarin nog aanvullen. Mm-hmm. Zodat het uiteindelijk het perfecte plaatje zeg maar wordt. Oké, dat klinkt al heel goed. Zijn er ook bruidsparen die met een heel Pinterest-bord naar jullie toe komen? Want er is natuurlijk zoveel te vinden op internet en op Pinterest. Ja. De mooiste plaatjes, de mooiste gestelde bruiloften zie je voorbij komen. Ja. Gebeurt dat? Dat gebeurt zeer regelmatig. En eigenlijk moet ik zeggen, vind ik dat ook wel heel erg prettig altijd. Want dan kan ik op dat moment meteen ook een beetje zien, dit vinden ze bijvoorbeeld mooi qua stijl. Of dit vinden ze mooi qua kleuren. En dan kun je ook wat beter advies, zeg maar. Ja. Daarin geven. En dat maakt het natuurlijk tijdens een gesprek ook wat makkelijker. En dan eigenlijk na zo'n gesprek, dan sturen we ook de offerte netjes zeg maar, toe binnen een week. En dan, wat je dan vaak ziet bij bruidsparen, is dat ze dan gewoon nog op dingen gaan wijzigen. Dus dat ze zeggen, haal dat er maar af, of ik wil dat er nog bij, of ik wil de aantallen nog veranderen. En dan op een gegeven moment is het goed en dan gaan ze akkoord met de offerte. En dan hangt het natuurlijk ook nog een beetje vanaf, is het echt verhuur of is het styling? Met styling hebben we vaak vaker contact. Dan hebben we bijvoorbeeld nog een stylingplan dat we maken. Dat sturen we dan nog naar de klant zeg maar, ter goedkeuring. Mm-hmm. Dus ook een beetje weten van zo gaat het er dus uitzien die dag. En bij verhuur is dat dan niet meer. Omdat ze dat dan zelf gaan doen. En hebben we hoogstens nog even contact over het transport van wanneer kan het geleverd worden op de locatie. Ja. Dus dat is een beetje hoe dat dan eigenlijk allemaal in zijn werk gaat. En dan juist die Pinterest-borden vind ik dan wel heel erg fijn. Want dan geeft dat voor ons is dat iets makkelijker zeg maar, om iets beter advies te kunnen geven ook.
Oké, okay. Ja, nou klinkt heel goed. Ik zie echt de supermooiste tafels hier al staan. Ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe je een ceremonie heel erg leuk kan aankleden. Ja, kun je me dat laten zien? Zeker, doen we natuurlijk superveel. Dus ik zou zeggen, we hebben daar een ceremonie staan. Laten we daar even lopen. Leuk. Nou, Anouk, ik zie een hele mooie ceremonieopstelling. Hoe kun je een ceremonie nou leuk aankleden? Nou, allereerst zou ik altijd zeggen, kijk eventjes naar de locatie waar je gaat trouwen. Als in, wat is daar aanwezig? Misschien zijn het hartstikke mooie stoelen op de locatie zelf al. Mm-hmm. En wil je die gewoon gebruiken? Of misschien zeg je juist, oh, vind je stoel echt helemaal niet mooi op de locatie? Kan wel natuurlijk. Ja, dan kan je ze dus extern inhuren, bijvoorbeeld bij ons. Mm-hmm. Dus eigenlijk de basics, zeg maar, wat we altijd doorlopen met een bruidspaar is, dus wil je andere stoelen? Wil je stoelversiering? Wil je iets van gangpadversiering? Dus bijvoorbeeld iets naast het gangpad, maar ook bijvoorbeeld een witte loper. Andere keer lopen, net wat je wil natuurlijk. Een trouwbankje of stoelen voor het bruidspaar zelf. Kijk, hier zitten nu bijvoorbeeld ook leuk op een trouwbankje. En nou zit ook lekker. Ja, nou gelukkig. Een spreektafel of dat misschien nodig is. Soms hebben ze dat op de locatie zelf ook. Maar soms zijn het ook echt een beetje van die congres spreektafels die ze hebben. En dan is het misschien leuker om een iets meer bijpassende spreektafel te regelen. Mm-hmm. En last but not least, zeg maar een backdrop. Ja, heel leuk een backdrop. Ja, geeft altijd een heel leuk sfeertje. Ja, of bijvoorbeeld een priëel. Maar zeg maar een soort van centraal focuspunt, zeg maar, wat je dan kan gebruiken. Om de superman hier eigenlijk helemaal mee af te maken. En dat kun je natuurlijk ook nog leuk versieren met doeken of met bloemen. Mm-hmm. Maar op die manier, oh, en misschien nog een welkomstbord. Dat is soms ook wel heel leuk. En dat kan bijvoorbeeld zijn gewoon welkom op de bruiloft. Maar ook als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, wil je dat mensen allemaal zelf foto's en zo gaan nemen, dat het daar op social media komt. Ja. Dan hebben we daar ook wel eens bijvoorbeeld borden voor waar dan gevraagd wordt aan de gasten of ze dat dan ook niet willen doen, zeg maar. Ja, zo'n unplugged wedding eigenlijk. Ja, of gewoon telefoons en zo uitzetten, dat soort dingen, ja. Ja, je kunt dus eigenlijk de ceremonie helemaal afstemmen op ook het thema van je bruiloft eigenlijk. Ja. Ja, ik zou zeggen, ja, kijk gewoon altijd even naar de locatie. Eerst weet je, is het binnen of is het buiten? Wat voor kleuren gebruik je natuurlijk binnen je thema? Ja. En daar dan de styling leuk op afstemmen, zeg maar. Oké, nou heel erg leuk. Nou Anouk, ik neem aan dat je zo'n hele ceremonieopstelling en zo'n tafelstijl niet in je eentje doet. Nee, dat klopt. Ik heb gelukkig een heel erg leuk team. Meerte, Danique en Kiki, die helpen jullie ook allemaal graag, zeg maar, als we die vragen hebben. En misschien kunnen ze ook nog wat leuke tips geven. Ja, want ik ben wel echt benieuwd wat nu de populaire trends inderdaad zijn. Kunnen zij mij daar meer over vertellen? Ja, ik ga ze even roepen. Nou, ik zie hier echt een super mooie tafel staan. Ja, zou je mij eens kunnen uitleggen wat nu ook populair is en wat bruidsparen heel erg leuk vinden? Wat zijn op dit moment de trends? De trends zijn op dit moment wel wat goud en wit. Ja. En eventueel een kleurtje erbij. Dus bij deze tafel hebben we bijvoorbeeld voor gekozen om een onderbord met een goud randje en dan wat goud bestek ernaast. Mm-hmm. De glazen hebben ook een goud randje, dus dat komt al heel mooi terug. Dan werken we ook wel met goud in het midden, vinden we dan ook altijd wel leuk met witte kaarsen erin. Dan zorgen we dat het wel altijd een beetje speels is. Ja, je ziet ook zo'n mooi hoogteverschil inderdaad. Ja, precies. En we hebben ook wat gedraaide kaarsen, dat het wat gevarieerd is. Mm-hmm. Ja, dan hebben we nog soms wel eens een takje eucalyptus erop liggen. Dat is ook altijd wel leuk om toch wat kleur erin te brengen. Dus dit is echt een chique tafel. Ja, het ziet er heel erg leuk uit. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat eigenlijk meerdere populaire trends op dit moment zijn. Kun je iets meer vertellen? Ja, zeker. Hier hebben we ook een superleuke tafel in de showroom staan. Ja, heel mooi. Je ziet vooral heel veel neutrale tinten terugkomen. Mm-hmm. Veel zandkleuren, nude kleuren. Waar we ook tegenwoordig heel veel gebruik van maken zijn chiffonnen doeken. Dat zijn eigenlijk de doeken die hier zit. Die zijn super mooi om te draperen over een tafel. Want het geeft ook een wat chique effect. Ja. Ook zie je een beetje wat vintage effecten. Zoals bijvoorbeeld deze vaasjes. Oh, ja. En wat mooiere klassieke wijnglazen. En in de vaasjes dan bijvoorbeeld wat pampas en wat droogbloemetjes en dan ook weer een combinatie met goud. Dus dat zie je ook veel terugkomen. Ziet er ook heel erg leuk uit. Dank je. Ik denk dat dit ook echt wel een hele mooie tafel is waar de bruidspaar echt dol op zijn. Ja. Het is in ieder geval ook een van mijn favorieten. Nou, ook hier zie ik weer een hele mooie tafel. Dat is heel mooi gesteld. Heb je nou nog bepaalde tips voor bruidsparen? Oh ja, zeker. Wat wij zelf altijd heel leuk vinden, is bijvoorbeeld de verschillende hoogteverschillen in de kandelaren. Hier en daar speelt een leuk vaasje tussendoor. Mm-hmm. Waar we ook veel gebruik van maken, is bijvoorbeeld het mixen en matchen van verschillende kleuren op verschillende borden. Een leuk hip onderbord eronder bijvoorbeeld. Ook een beetje de combinaties die je hier ziet bijvoorbeeld. Yeah.
Ja, en waar wij het nou eigenlijk ook allemaal vandaan, is natuurlijk ook wel Pinterest. En dat helpt je toch wel echt op weg. Dus heb je nou nog geen idee wat je wil, dan ga vooral op Pinterest even kijken wat een beetje jouw stijl is. Mm-hmm. En ja, kom ook vooral een keer langs in de showroom. Ja. Want we kunnen samen gaan kijken wat de leukste combinaties zijn. En ja, zo creëren we samen het mooiste beeld. Nou, leuk dat jullie bruidspaar op die manier zo kunnen helpen. Ja. Dat is heel tof. Nou, Anouk, ik ben ook wel benieuwd. Hoe krijg je nou zo'n Pinterest-achtige tafel? Nou, allereerst wat eigenlijk wel belangrijk is dat je er wel een beetje budget voor hebt. Want je ziet vaak echt de mooiste plaatjes natuurlijk op internet. Klopt, ja. Maar mensen vergeten vaak dat de mensen die die tafels dan zeg maar zo hebben gesteld, dat daar gewoon ook best wel wat budget zeg maar achter zit. Zeker als het van die stukken zijn met heel veel bloemen of hele grote stukken. Mm-hmm. Bloemen is bijvoorbeeld toch best wel, ja, best wel kostbaar. Klopt, Dus we proberen daar eigenlijk altijd wel een beetje in mee te denken. Want niet iedereen heeft natuurlijk een heel groot budget. Dus vaak proberen we dan een beetje advies te geven als ze bijvoorbeeld met een Pinterest plaatje komen. Yeah. Maar het budget bijvoorbeeld minder groot is, dat we dan, en stel het zijn van die hele grote bloemstukken, dat ik zeg, hè, we kunnen het ook oplossen door wat kleinere vaasjes, verschillende kleinere vaasjes met wat bloemen. Dat scheelt je bijvoorbeeld alweer in budget. En verder kan je dan natuurlijk eigenlijk gewoon ja, alles per onderdeel bij ons opzetten of juist gaan schrappen om dan toch een beetje binnen het budget te blijven. Maar hou er gewoon wel rekening, zeker als je echt een helemaal opgedekte tafel met echt alles erop en eraan, dat alles klopt. Ja, daar hangt gewoon een prijskaartje aan helaas. Ja, ja, nee, logisch. Heb je nog ook leuke tips voor bruidsparen voor het stylen? Waar moeten ze nou op letten en wat zijn de tips? Nou ja, ik heb zeker een tip die ik eigenlijk altijd aan al mijn bruidsparen meegeef. En dat is, je kan altijd dingen hergebruiken. Dus stel je voor, je gebruikt voor de ceremonie een vaasje met bloemen om bijvoorbeeld aan de stoelen te hangen of naast het gangpad te zetten. Dan kun je daarna ook weer vragen aan je ceremoniemeesters of die de bloemen bijvoorbeeld weer op de tafel zetten, op de dinertafel s'avonds. Oh, een hele goede tip. Ja, en bijvoorbeeld daarna weer op de staattafel s'avonds voor het feest. En dat kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld met vaccinelichtjes doen of kandelaren. Dus op die manier heb je er wat, ja, langer plezier zeg maar van. En dat kan natuurlijk ook met een backdrop. Stel voor, je hebt een backdrop die je bij de ceremonie gebruikt. Dan zet je hem s'avonds in de feestzaal neer en dan plaats je bijvoorbeeld buffet ervoor of een candy table, ik noem maar iets. Oh, ja, dus op die manier kan je dan toch weer dingen hergebruiken. Goeie tip. Ik denk dat bruidsparen daar sowieso iets aan hebben. Hartstikke leuk. Ik hoop het. Nou, Anouk, heel erg bedankt dat we hier mogen zijn. Dat we een leuk kijkje hebben mogen nemen in de mooie showroom. Ja, nou super leuk dat jullie er waren ook. Ja, en het was hartstikke leuk om in ieder geval alles te mogen zien. Ik denk dat bruidsparen heel veel inspiratie kunnen opdoen zo. Ja. Nou, mocht je dus op zoek zijn naar styling voor je bruiloft, neem dan vooral even een kijk op de website van InStyle Styling en Decoraties. En ze helpen jou graag verder.